Het is ergens in november. We zijn dus met een aantal comedians op Curaçao voor een voorstelling. Die is geweest. En nou, dat boord met die oliebollen houdt me al een paar dagen bezig. En ik heb besloten het te gaan checken. En er is maar één comedian met wie je oliebollen gaat eten als je op Curaçao bent. En hij staat hier naast me. Dat is Peres van de Lanos. Wat heb jij met oliebollen? Nou, dat is misschien wel mijn nummer 1 favoriete eten. Naast de appelflap. Ja. Oh yeah. Oh yeah. Kom dan. Kom, 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 kom. Kom proeven. Ik heb nog nooit zelf een oliebol gemaakt. Nee. Maar hoe ben je dan connoisseur? Nou ja, ik eet het gewoon veel. Ik ga elke kermis af, puur om de oliebollen te eten. En wat kenschetst de goede oliebol? Nou, het is de manier van gisting, vind ik zelf heel belangrijk. Dan moet je niet te vergissen. Nee. Gisting, de vulling. Ja. Dus wat doe je erin? Ja. Het kan niet alleen maar meel zijn en vloer. Of olie. Olie. Nee. En de smaak vind ik zelf een van de belangrijkste dingen. En ben jij met heel veel poedersuiker, een beetje poedersuiker, wat doe je? Nou, dat hangt maar net van de grootte van de bol af. Bolgrootte is belangrijk bij de suikerhoeveelheid. Nou ja, de verhouding. Het gaat om de verhouding. Achter ons staat er dus een kraam. Ik zal hem even laten zien aan de mensen. Dat is de oliebollenkraam van de Caracas Bijweg. En wij gaan hier aan de slag. Hoe lang verkoop je al oliebollen op dit eiland? We doen het nu vijfde jaar dit. En loopt het een beetje? Ja, dat is gek. Wat is je methode van gisting? Wat gebruik je? We hebben gewoon, kijk, het voordeel hiervan, het is 30 graden. In Nederland is het koud nu deze tijd. Dus het gisten gaat hier binnen 10 minuten, 15 minuten is mijn bak gegist. Ja. Het is al op. Het is vol. Morgens om 7 uur hebben we al oliebollen. Wij willen oliebollen. Vorigens om 7 uur hebben we oliebollen, om 7 uur verkopen we ze al. We beginnen heel vroeg hier dan. Het leven begint heel vroeg. 7 uur hebben klanten. Maar de bedoeling is dat wij nu een oliebol proeven. Nou, ren naar binnen, want er waren er nog 3. Welke ben jouw oliebolletje? Helaas. Zeg een oliebolletje. Speciaal naar Curaçao. Voor mijn oliebollen. Deze oliebollen. Ja, ik heb me voorstellen. Jammer hè, ik heb wat anders aanbieden. Dan kunnen we de vlucht nog verzetten. Nou, we gaan wel even bellen met de nodige mensen. Wanneer komen jullie weer? Ja, dat hoor je vanzelf. Dit is natuurlijk gewoon met peren. Maar ik heb gezien dat er de andere kant op van de weg is ook een plek die oliebollen verkoopt. Yes? Zullen we dat gewoon proberen? Alright. Wij gaan erheen. Tweede poging. Nog steeds op de Caracas Bijweg. En wat zien we achter ons? Een oliebollenkraam. Zullen we dit proberen? Oh yeah! Oh yeah! Wanneer zijn ze gebakken? Vanmorgen, rond 10 uur. Is het nog warm? Nee, ik kan ze wel warm maken. Oh, wat is je methode van opwarmen? Magnetron. Wil jij met of zonder rosinas? Met? Alleen met. Je hebt alleen met rozijnen? Een rozijn is volgens mij gedroogd trouw. Ja. En een krent is wat je krijgt als jij iemand mee aan het eten neemt. Oh! Wie? Ja toch? Wat is de methode van gisting? Oh my god, ik pak ze niet. En ik dan? Dankjewel. Oké, dan gaat hij dan. Oliebol op Curaçao. Dat ze lekker zijn. Ja, dat lekker. Wat weinig rozijn. Ik vond hem verrassend droog. Ik had het idee als je uit de magnetron komt, dan wordt hij zo soggy. Vaak vind ik als je gefrituurde dingen in de magnetron opwarmt, dat het zo wordt. Ja. En dat was niet normaal. Ja. Hij had hier en daar wat krokante stukken. En dat vond ik wel verrassend. Ik wil iedereen adviseren die op Curaçao is om oliebollen te gaan eten hier op de Caracas Bijweg bij Shawarma Papi. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. Kasper, jij bedankt voor je medewerking. Heel graag gedaan. En tot de volgende aflevering van... Kom proeven!